Ik hoor jullie denken, bestaat er eigenlijk Bardcore in het Nederlands? Ja. En wel, nog niet. Maar wie hebben wij uitgenodigd hier bij ons vanavond? Ons eigen Bardcore-ensemble, de Ridders der Minne. Oh! Marieke, Bart en Thomas, jullie spelen zowel folk als middeleeuwse muziek. Ja, wij hebben jullie samen gezocht om eens te kijken of er ook Bardcore kon gemaakt worden van onze hits. Maar misschien om te beginnen, welke instrumenten hebben jullie bij? Thomas, hij speelt op draailier. En ik speel op verschillende doedelzakken, dat is de musette. En Bart, hij speelt hier op de cittern. Wat gaan we doen? We gaan gewoon een quizje spelen. Het eerste fragment... Lisa Naert, jij wist het vrij snel. Het was... Oh, snap! Rhythm is a dancer. Ja, inderdaad. En in het Middel-Nederlands wordt dat Metrum is een danser. Metrum is een danser, een gezellig wijn. Ik word het gewaar allemaal. Verheft uw stem en handen, zweet de broederbanden. Ik word het gewaar weer om. Tweede nummertje. Gorky, lieve kleine piranha. Punten voor Eva! Merci! In het Middel-Nederlands klinkt dat als volgt. Is dan staat te kijken door het kozijn. Heugt zich Isel en alles wat ze deed. Beschouwt zijn leven de eeuwen gaan voorbij. Hij schrijft een beetje en hij schreeuwt haar naam. Deer bemint klein snoekske. Deer bemint klein snoekske. Deer bemint klein snoekske. Rijdt mij uit een. Dank u wel.